Hey mensen, ik ben Jules van de Jules, oftewel gewoon Joris. We staan hier voor Schiphol, Enno en ik. En we gaan zo meteen naar fucking Amerika. We zijn uitgenodigd door Activision om naar de Bungie Studios te komen. En daar Destiny te gaan spelen of whatever. We weten eigenlijk nog niet wat er gaat gebeuren. Het hele event is onder embargo. Wat dus inhoudt dat we er niet over mogen praten totdat deze video uitgezonden is. Dus jullie weten het ook pas op het moment dat deze video online staat. Maar ja, dat maakt eigenlijk niet uit, want dat vertel ik jullie nu. Jongens, ik heb er zin in, Enno heeft er zin in. Let's do this! Hip-hop begun in the 1970s. Hip-hop begun in the ghetto. Hip-hop begun in the 1970s. Hip-hop begun in the ghetto. It goes 1, 2, 3. Shit was nostalgic, now they counting on me. It was created in a nation will the builder destroy. From the breakers, the paint and sprayed up on the builders destroyed. Or whatever it takes to fill up this void. Wat is er gebeurd, Joris? Ja. Vertel het eens even. Nou, ten eerste, ik ben niet zo blij. Ik stapte uit het vliegtuig, ging allemaal goed. Ik werd ten eerste al gescheiden van Enno, want... Jij was de eerste keer in Amerika. Mijn eerste keer in Amerika, Esta net aangevraagd. Terwijl Enno al een paar keer in Amerika is geweest, dus zijn Esta was al aangevraagd. Ja, allemaal gecheckt, dus ik kon zo doorlopen. Wat doet deze mogol? Nou, ten eerste, ik stond in de rij en ik wilde mijn internet aanzetten. Nou, je mag er geen mobieltjes vast hebben, blijkbaar. Mag je niet aan hebben. Dus die man die daar achter de toonbank, zou ik maar zeggen, zat bureau. Ja. Die zei al van, kom maar pas op het moment dat je klaar bent hoor. Heel dus, sarcastisch en zo. Ja, heel sarcastisch. Dus ik zette hem gelijk uit. Ik zei, I didn't know that. En ik ging dus verder, ik werd geholpen. En ten eerste, ik kom aanlopen en ik was de eerste keer in Amerika. De eerste keer überhaupt gecheckt worden door douane en zo. Dus ik leunde een beetje zo over die toonbank heen. En hij gelijk van, niet overheen leunen. Heel boos gelijk al, stay right where you are. Toen werd ik gecontroleerd. Moest ik mijn verhaal vertellen waarom ik hier in Amerika ben. En ik was ondertussen was ik al door. Was hij al lang door. Ja, hij was al lang door voordat ik überhaupt aan de beurt was. Ja. Ik was om 12 uur aan de beurt. Vertelde mijn verhaal dus dat ik voor YouTube hier was. Dat mijn hotel werd betaald. Dat het gewoon de vlucht werd betaald. En dat was gewoon te goed om waar te zijn voor hem. Hij was heel sarcastisch bezig van, right. Nou, vreselijk dus. Vervolgens was hij mijn Esta aan het bekijken. En in één keer zei ik, follow this, sir. Kreeg ik een rode kaart, werd er tussen mijn paspoort gedaan. En moest ik een mannetje volgen, een klein Chinees mannetje. En ik vroeg ze van, is er wat aan de hand? No, it's all okay. Dus dat nog heel erg proberen rustig te houden, want ze mogen geen informatie uitdelen of zo. Vervolgens werd ik in een klein hokje gestopt, waar nog 6 andere mensen zaten. En moest ik wachten 45 minuten. Toen was ik eindelijk aan de beurt. En toen heb ik mijn verhaal gewoon helemaal uitgelegd van dit is er aan de hand. En toen zeiden zij van het verhaal, we geloven het. Van het is te geloven. En vervolgens kwam hij ermee van maar je Esta, dus het papier wat je nodig hebt om überhaupt in Amerika te komen, die is niet goed. Die heb jij op je ID-kaart aangevraagd en die had je op je paspoort aan moeten vragen. Nou, ik zei van maar ik heb mijn paspoort gisteren pas gehaald, dus dat kon niet. Want je moet die 3 dagen van tevoren aanvragen. En dus was het ook helemaal van heb je dan een creditcard bij? Nee, ik heb geen creditcard. Ik heb hem met de creditcard van mijn vader aangevraagd, die Esta. En dat hele gedoe is hij vervolgens naar zijn baas gegaan. En die kwam erbij en moesten ze dat dus veranderen in het systeem. Dus mijn ID-kaartnummer moest veranderd worden naar mijn paspoortnummer. Want dan klopte die wel. Maar wat was er aan de hand? Het systeem was geüpdate een paar dagen geleden. Die gast snapte geen fuck van het hele systeem. En vervolgens kwam dus zijn baas erbij. Die heeft hem dus helemaal moeten helpen. En ik hoorde ze een beetje mompelen van dit gaat 2 uur duren ofzo. Ik dacht gewoon uiteindelijk hadden ze een fix gevonden. In één keer kwam die baas met een idee van, maar wacht, als je gewoon even dit en dat doet, zo en zo. En het was gefixt en zeiden van, loop maar door. Dat was mijn hele verhaal en ondertussen heeft Enno een uur lang gewoon op mij gewacht. ik was om 12 uur was ik net bij die balie weg daar, zeg maar. En om 1 uur was ik bij de volgende balie weg, bij dat kleine hokje. Ja, ik zat hem al te stressen daar beneden. Ik had dus die koffer al opgehad. En ik was nog erger aan ik stond dus daar te stressen van waar de fuck blijft Joris dan? Dat is mijn eerste keer in Amerika. Yeah. En dan sta je daar bij zo'n man die al heel chagrijnig is naar jou toe. Je staat hem al helemaal te knijpen, want zenuwen komen steeds meer aan. En dan vervolgens moet je dan naar de volgende dingen zo. Ik dacht van Maar nou goed. Het is allemaal goed. We zijn nu in Seattle. We moeten nou wachten op de taxi, want die is vervolgens alweer vertrokken. Ja, omdat we dus zo laat waren. Dus een uur later waren. Dus even wachten op de taxichauffeur. Ik hoop dat het limo wordt.
Yes, ik hoop. Ze zeiden iets over een limo, hoorde ik. Maar okay. Ik hoop het. Maar ja, nou, we gaan zien. Maakt eigenlijk niet zoveel uit. Taxi sowieso is al handig. Ja, inderdaad. Maar ja, jongens. Dan gaan we naar het hotel. Zetten hem op. Inchecken. Zeker, zeker. Oké. As soon as you, as you selling in the space, master the elements of bass like William Parker. Up in this contra, verses I write, diverge the purpose of life. That's so perfect when heard, it's like it wasn't worth it for sight. I worship a late 80s bloomer, crazy how the way the tunes are brightening up. Yo guys, we zijn eindelijk bij het hotel aangekomen, The Westin Hotel. En ik ga jullie even laten zien hoe het hier eruit ziet. Ik heb er zin in en daarna gaan we lekker wat eten en Destiny spelen. Dus kom maar heen. Volgens mij die kant op. Daar zijn de lift en alles. Ah, staat er gewoon al één voor ons te wachten. Dat is nice. We gaan naar, ik geloof naar nummer 14. 14e verdieping. En wat een saai liftmuziekje, by the way. Oké, okay, daar zijn we dan. Even kijken, die kant op. Nou jongens, kijk hier eens. Onze plaza. Gewoon, dit is trouwens Enno's kamer. Ik heb mijn andere kamer hiernaast. En hier gewoon een heerlijk bed. Sorry, dat moest even, man. En echt gewoon de view trouwens ook. Heerlijk. Kijk dit, ja. Misschien dat die werkplaats daar beneden wat minder. Maar de rest gewoon. Vooral gewoon die bergen daar in de verte. Super vet, echt. Holy shit. Ik vind het echt geweldig. Daar nog wat water, als je die kant op kijkt. Zie je zo'n heerlijke water, ja, meer zou je bijna kunnen zeggen. Super vet. En ook gewoon, het is hier lekker ruim. Holy shit. TV, gewoon werkplaats, dat is altijd nice. Dat vergeten ze heel vaak, want ik weet eigenlijk niet waarom. Nou, en hier onze lekkere toilet. Met de douche of bad. Baddouche, douchebad. Het zal wel. Wat zit hierin? Aha, een kast. Nou, volgens mij hebben we alles gehad. Al wel. Oeh. De koelkast. Nice. Mogen we niks uitpakken. En ja, jongens, we gaan weer verder. We gaan even eten. Ik heb echt honger. En Enno heeft vast ook honger, of niet? Ja, hij schudt ja. Dus we gaan even eten en dan zijn we zo weer bij jullie terug. Yo.